Ja, dat moet natuurlijk ook, hè. Het probleem is eigenlijk op Wieringen dat we hier heel erg vrij wonen. Maar dat er eigenlijk geen goede gelegenheid is voor niet perfect opgevoede honden om ergens los te kunnen spelen of lopen of ravotten. En een stukje omheinen met een hekje erom, dan maakt het voor heel veel honden veel makkelijker. Het ruikt ook allemaal zo lekker, hè. Ja. Ik ben de eigenaresse van Lunchroom de Bonte Hond. En eigenlijk aangrenzend aan de grond van de lunchroom zit een heel groot gebied met nog geen bestemming. Dit is gemeentegrond. Nou, als je hier om je heen kijkt, zie je hoe groot het is en dat er dus eigenlijk niets mee gebeurt. Perfecte gelegenheid om hier te gaan testen van, is er behoefte aan om een stukje af te zetten, zodat de honden eigenlijk kunnen spelen. Bibi, die is er mee eens. Ja, ja. Hallo. Ja, tuurlijk. Nou, dan kunnen die beesten lekker hier ravotten. Dus dat is prettiger als dat ze aangelijnd moeten zijn. Ik hoop op nog een aantal handtekeningen. Maar ik heb geen deadline of een limiet wat ik halen wil. Dus ik denk dat ik zo snel mogelijk contact ga opnemen met de gemeente. En hopen dat ze akkoord gaan, zodat we een hek kunnen gaan plaatsen.